Kijken naar wat de effecten zijn van de globalisering en de modernisering in Duitsland en de verschillen in Duitsland. Waar gaan we als eerste? We kijken naar ruimtelijke spreiding, we kijken naar de modernisering in Duitsland en als laatste naar de ongelijkheid. Ruimtelijke spreiding, dit wordt ook wel ruimtelijke segregatie genoemd. Als je gaat kijken naar Duitsland, zie je dat er grote verschillen bestaan in de opbouw van het land. Enerzijds heb je te maken met een bevolkingstoename in het westen, maar de bevolkingsdichtheid in het oosten van Duitsland neemt af. Daarnaast heeft Duitsland te maken met een heel erg laag geboortecijfer, want het land zit in de vijfde fase van het demografisch transitiemodel. Dan nog een beetje, 50% van de mensen woont in Duitsland. Je kijkt hier naar die kaarten waar ik het zojuist al eigenlijk even over had. Je hebt hier de oude Bondsrepubliek Duitsland, waarbij je ziet dat er veel inwoners per kilometer wonen. En als je dan gaat kijken naar het oosten, valt natuurlijk wel Berlijn en Dresden op. Maar Oost-Duitsland, hier gelegen, heeft toch een veel lagere bevolkingsdichtheid dan het westen. Hoe komt dat nu? Na de val van de Berlijnse muur, eigenlijk na de val van het communisme, zie je dat een hele grote groep mensen van oost naar west trekt in de hoop dat er hier sprake is van betere werkgelegenheid. En dat was inderdaad ook wel zo. Het gevolg was wel dat er dus een enorme bevolkingsgroei ontstond in het westen van Duitsland en het oosten bleef Duitsland. De modernisering in Duitsland die startte net als in Nederland, zo halverwege de 19e eeuw, met de aanleg van een eerste spoorweg. Nou, met de opkomst van de economie en het vruchtbaarheidscijfer steeg het vruchtbaarheidscijfer. Het gevolg was dat er gemiddeld 3 kinderen per vrouw werden geboren, zo net voor de Tweede Wereldoorlog. Maar net als in Nederland zie je dat de bevolkingsgroei talende is en in Duitsland dus zelfs al krimpt. Er worden gewoonweg te weinig kinderen geboren om de vergrijzing tegen te gaan. Er is een hoog sterftecijfer, dat is die populatie geboren in dit geval vlak voor de Tweede Wereldoorlog. En er is een laag geboortecijfer en het gevolg is bevolkingsafname. Het resultaat hoort bij het begrip grijze druk. En wat was ook alweer grijze druk? Dat is de verhouding van het aantal gepensioneerden op het aantal werkenden. En in dit geval heb je dus meer werkenden dan dat er grijzen dan dat er werkenden zijn. En dus neemt je demografische druk heel erg op. Want de druk op de totale populatie, de werkende groep mensen, wordt zo hoog dat de kosten voor die verzorgingsstaat enorm blijven staan. De werkgelegenheid. Kijk naar deze kaart en je ziet dat de werkloosheid in 2013 in percentage van de beroepsbevolking ten opzichte van het Duitsland gemiddelde, dat was toen 6,9%, extreem hoog is in het oude gedeelte van Duitsland. Je ziet het hier, Oost-Duitsland, dit is ongeveer de grens, blauw, behalve het gebied rondom Berlijn. Vervolgens ga je kijken naar de rest van Duitsland, je ziet hier ook een blauw gebied. Wat is dit gebied? Dit is het Ruhrgebied. Waarom is de werkloosheid hier zo hoog? Nou ja, de mijnbouw is daar weg. En er wordt daar hard gewerkt aan het vernieuwen en het moderniseren van die regio. En dus ja, is er minder werkgelegenheid in de mijnbouw, waardoor die mensen thuis komen te zitten. En in het zuiden van Duitsland, Beieren en dergelijke, is het verschil veel kleiner. Dus je ziet dat er toch best wel een verschil bestaat tussen oost en west.